Aangezien ik pauperskeer ben en geen geld heb voor een tweede stoel, zit Raoul mijn mijn wasman. Het is natuurlijk wachten tot dit fout gaat. Wat? Mensen, welkom. Vandaag zijn we hier met een video wat we gaan doen. Ik had het leuke dag. Oh, jij gaat het zo. Kijk, wij wonen natuurlijk tegenwoordig in een huis met een zwembad. We huren een huis. Nee, we zijn op vakantie in een huis. Eigenlijk wonen we gewoon nog waar we altijd wonen, maar zijn we gewoon 5 dagen op vakantie. Maar we hebben wel al onze spullen verhuisd en dat doe je altijd. Naar Almere Haven. Naar Almere Haven. Kijk, we hebben natuurlijk de haven dichtbij en een zwembad. En een zwembad. En een zwembad. Dus wat ik heb besloten, we gaan tegen elkaar. Famous places, Geoguessr, Omsterburg. Ja, ik weet persoonlijk veel van de wereld. Ik ben een echte wereldkenner. Een liefhebber ook. En degene die verliest moet in het ijskoud zwembad springen. En dat vind ik wel lekker. En nu komen de shots van het zwembad tussendoor. Oeh, het ziet er koud uit. Brrr. En vies ook. Helemaal niet schoongemaakt. Oh mijn god. Als jullie jou vragen, waarom heb jij je trui zo om je heen geknoopt? Als een lulletje. Omdat het deze bank zit dus nu zo ontzettend warm is, dat je het altijd warm kan krijgen. Als Koen zo het zwembad in springt, dan kan ik die trui gewoon aan hem geven. En dan heb ik gelijk weer warm. Ongelooflijk. En in ieder geval, doe een duimpje op deze video. Ken je FC Roelie nog niet? De link in de beschrijving. Dus abonneer op hem, abonneer ook op mij. En we hebben ruzie. Wat? Met Sully Goat. Met Sully Goat! Voor de mensen die Sully Goat kennen, ik heb een ruzie met Sully Goat. Nee, we hebben geen Met Sully Geit. Oh! We hebben geen Oh! Zijn er nou weer? No! Nee! Oh, nee! Heb je Sully Goat niet gezien? Ja, maar die snap ik. Die heeft tenminste een Team of the Week. Hé, hey, luister Sully Geit. Ik vind jou een topgast en ik vond je video's erg leuk totdat je zei het interkampioen ging worden. Dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens. Dat slaat inderdaad echt helemaal nergens. Dan snap je er gewoon helemaal niks van. Nee. Maar hij noemde heel hard in beeld Geit. En dat klinkt toch anders. Ja, dat klinkt echt heel naar. Dat klinkt een beetje, dat is bijna een belediging. Dus Koen, hij heet Koen toch? Hij heet Koen. Koen, als je kijkt, voortaan gewoon Goat zeggen. En als je nog één keer Geit zegt, of Geit, dan kom ik je pakken. Sorry, Sully, kom me niet pakken alsjeblieft. Nee. Oké, okay, laten we gaan beginnen. Wil jij beginnen of ga ik beginnen? Begin. Oké, ja, doe maar op play. Maar voordat we beginnen, een blauw duimpje zou natuurlijk ook fantastisch zijn. Abonneer op Koen zodat hij Ruby kan inhalen. Want we gaan dus om de beurt spelen. Ja, en dan uiteindelijk de kilometers met hoe ver je ervan af zit. Die worden bij elkaar opgeteld. En hoeveel rondes doen we? We doen 2 rondes, allebei 5 keer. En, wat belangrijk is om te weten, je krijgt 1 minuut per ding. Anders duurt het wel heel lang. Anders zo lang. Dat vind ik wel kort. Zet ik op start. Ah. Ah, dit is echt makkelijk. Dit is natuurlijk, dit is toch... Ja, mag voor mij 5000 kilometer vandaan. Ah, en dan heb je 1 punt, zeg maar, als je neemt. Dat is de Franse vlag. Oh jee, wat makkelijk. Dan heb je sowieso al punten. Ik ben er ooit geweest, volgens mij. Dit ben je niet. Nee, klopt. Ben ik inderdaad niet. Je hebt gelijk. Ik ben inderdaad helemaal nooit geweest. Nooit. Roel, je hebt nog 4 seconden en dan moet je gedrukt hebben. Ik wil niet, ik wil niet opjagen. Moet je nog gedrukt hebben? Ja, dan moet je gedrukt. Dan moet je op gas gedrukt hebben, anders krijg je 0 punten. Je hebt nog 5 seconden. Ik gas ga dat doen, jongen. Ben gek. Waar is de, huh? Ja, dit telt niet. Dit telt natuurlijk niet. Hoe kan dit nou weer? Waar is de map gebleven? Daar ga je dan. Oh, hey! Daar is de wereld. Oh, hey. Hey, de wereld. 5, 4, 3, 2, 1. Klik! Je zit hem ook helemaal aan het eind. Oh. Oh mijn god, 2000. Maar 113 kilometer vandaan. Hoe dan? Waar moest ik hem dan zetten? Waarom had jij het op gezet? Ik had hem in het midden van Frankrijk gezet. Maar ja, 113 jij... kilometer? Dat is nee, midden, maar je ziet toch dat het een hele droog heel droog klimaat is? Oh ja, want in het midden van Frankrijk is natuurlijk echt totaal niet droog. Minder droog? Nee, midden is echt fucking droog. Je hebt 2009 my skills. Bizar veel punten. Ja, maar jij hoeft maar één keertje het Vaticaan te hebben en dat is waar, ja. Bam, heb je gelijk. Je hebt hem. Oké, daar ga ik. Bam. Het Vaticaan. Jawel. Dit is zo makkelijk. Ik heb geen idee waar dit is. Wat is de vlag? Broer. Oh, druk vooral niet op start. Oh, sorry. Ja, denk Le César? Ja, dan weet je al waar het is, hè. Ik heb echt geen flauw idee. Dat is Frans ook. Rouet, toch? Ja, Rouet is straat. Frans. Dit is dus een plein ergens. En ik heb het gevoel dat dit... Ik ken dit helemaal niet, wat best wel groot is. Oké, ik denk dus Frankrijk. En dan denk ik in de stad... Toulouse. Toulouse? Ja. Ik denk Versailles. Oh. Straatsburg. Straatsburg. Ah, nee, in de buurt van Straatsburg. 29 punten. 29. Wat slecht. Nancy. Ben ik geweest? Ben je daar geweest? Ik ben er geweest. Waarom ben je in Nancy geweest? Ja, weet ik niet meer. Ik ben er voor mij ooit geweest. Oh, jij staat echt dik hoor. Voor. Jij staat echt 2000 voor. Oké, okay, Stockholm bus. Oké, dit is heel fijn. Dit is bizar. Dit slaat echt nergens op. Maar dat hoeft niet in Stockholm te zijn. Nee, dat is waar, ja. Ik denk niet dat het in Stockholm is. Ik denk dat het in... Oh, ik ben hier geweest. Het is aan een rivier in Stockholm. Een groot beeld. Dus we gaan... ik denk dat het beter... Maar we waren in Stockholm, Roel. Je hebt maar 30 seconden. Ongelooflijk veel geluk, jij. Oh mijn god. Anderhalf kilometer!
Zo, heel het huis stort in. 4941 oh. punten. Wat goed, wat goed. Ik moet die volgende echt goed doen. Ga je zwemmen? Ik zeg, deze is ook erg lastig. Ja, ik weet het, Roel. Oei. Waarom? Oei. Wat is dit nou voor kerk? Ga zoeken. Wat is dit nou? Entrée de la Basilique. Dat is weer Frans. Ik zag echt een bus staan. Fien. De zon. Maar ik denk inderdaad dat we in plekje Noord-Frankrijk zijn op dit moment. Dan gaan we even rustig kijken. En ik denk dat we in Douai zitten. Oh, Douai, dat vind ik... Of is dat België? Nee. Douai. Oh. Nou, niet heel slecht. Nee. Voor zo'n onmogelijk iets. Hoeveel punten heb ik? 1663. Yes, punten. Okay. Oh. Zo, wel zie ik het trouwens. Dit is in Zuid-Duitsland. Waarom weet je dit? Oh. Ik heb hoogtevrees. Ik kan ook 2 stappen lopen maar. Ah, fijn. Ik vind het echt top dat ik 2 stappen kan lopen. 2 stappen kan zetten. Nog 17 seconden, hoor. Ja, maar als je hier veel punten hebt, dan krijg ik kortsluitingen. Ja, maar dit kan toch niet? Hoe kan dit nou? Hoe kan... Het is ook echt Zuid-Duitsland. Het is ook gewoon echt in Zuid-Duitsland. Ik zei de buurt van München, zei ik. 31... Know your geschiedenis. Je had dus in Duitsland had je een gekke koning. Dat het allemaal tering toeristisch is. Oké, daar zijn we weer. Chevalier de la Barre. Ja, ik weet het. Nee, je weet het niet. Je weet het niet. Oh, dat zie je aan alle... Aan de bouwkunst zeker. Ja, en de omgeving. Oh ja. Het is overduidelijk aan de kust. Ja, ik zie daar ook zee. Ik zie hierheen gaan. Ik zie daar zee. Dat weet ik niet, heb ik nog niet gezien. Zie je? Strand. Nee, dat is een dak. Dat is een dak. Kut. Ik heb nog maar een paar seconden. Dit is in Frankrijk. En dit is zeker niet Zuid-Frankrijk. Maar het is wel nummer 35, dus dat weet je. Oké. Nee, het ligt bij Bretagne. Bij Caen ligt het. Bam. Bam. Easy. Boom. 200 kilometer. Parijs. Parijs? Uiteraard. Parijs? Het is centrum Parijs. Ja, want daar kan je de trappen oplopen. Oh, jij wist dit? Ja, hier heb je al die trappen. Hier heb ik een foto. Nou, is dit niet van die film van Amélie? Het is een zakke keur, is dit. Dat was ik bekend. Is het met Amélie? Oké, ik heb 1076 punten. Ik kan nog winnen. Als jij 2 keer een heel fout maakt, een heel groot fout. Ik ga deze binnen 30 seconden doen. Oké, 3, 2, 1. Ah, ja. Athene. Gewoon wat tyfus zo is. Oh, overduidelijk. Ah, oh. Ah, je kan niet lopen. Oh, nee. 3, 2. Ah, fuck. 10 kilometer. Fuck. 10 kilometer. 10 kilometer. Nee, dit is natuurlijk niet zoveel, hè. Ah, Machu Picchu. Peru. Voor mij is het in Europa. Dit is overduidelijk Zuid-Amerika. Denk je, maar dat kan toch niet? Voor mij is het in Europa. Nou, we gaan voor Peru. Ik zou toch hier naar Mexico doen. Nee, ik ga voor Peru. Nee, Peru is Machu Picchu. Oké, dan gaan we voor Mexico. Hier ligt het. Cambodja. Ja. Oeh. Nou, die brug ken je. Hé, huh? Ik weet wat het is. Ja, San Francisco. Ja, en ik weet ook wat het is. Dit is die gevangenis. Alcatraz. Alcatraz, ja. Dit is Alcatraz. Ik ben hier geweest. Echt waar. Je hebt gewoon 5000. Ja. Bizar. 10 meter. 10 meter. What the fuck. Hé, zullen we doen als ik nu 5000 punten aan de vond, spring je ook in het water? Ja, 5000 meter. Nee. Ja, dan moet ik op 10 meter vandaan zijn. 5000. Ja, alleen 5000. Ik heb eens gehad, of niet? Met dat ding. Ja, kut, waar was het ook alweer? Oh, maar. Het was bij Straatsburg. Nancy was dit. Dat was in Nancy. Hoe lang moet ik nog? Ik tel toch niet? Deze hebben we al gehad. Oké, dan doen we een andere. Aangezien we net in alle die ik al gehad had, gaan we nu voor een andere. Ik heb even bedacht, voor mij, ik weet wat dit is. Ah, toch niet. IC is Frans, dus in Frankrijk. Hoe is het? Die trappen, we net hadden gezocht. Ja, dat zou best kunnen. Maar ja, dat ligt dus ergens in Parijs. Dan moet ik op zoek naar een fort, Fortesenaar. Daar gaan we heen. Oké, ik gooi hem neer bij hier, Le Saint-Claude. Dit is ook weer de zakke keur. Hoe kan dit nou? Dit is de andere kant van de zakke... Zoek, waar is mijn onderbroek? Niet in mijn bed, niet... Maar hoezo doe je dit nog steeds? Dit is toch niet grappig? Wat doet hij? Oh, wow! Nee, nog niet! Even wachten! Mensen, je wordt bedankt voor het kijken. Nee, hij is nog niet eens niet. Dat gloort, hè. Oh! Mensen, jou wordt heel bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Op die rand, hè? Vergeet niet om te abonneren. Oh, fuck it, joh. Je hebt een monnikenhuid nu. Heel koud. Knuffelrol. Knuffel papa. Oh, ik wil een vind. Vrij, maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koers laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in. Veel plezier, 5 jaar.